We zijn door de poort en dan rij je meteen eigenlijk al die pan in. Zo ver als je kan kijken. En staat er hier een bord. En dan houden wij maar rechts aan. Nou, we zijn op weg naar die Sua Pan. En het wordt een fantastische zonsondergang, dat kan ik nu al zeggen. En zoals je ziet hebben we hier geen voorwieldrijf nodig. Maar uiteindelijk komen we ook terecht waar die Zuid-Afrikanen terechtkomen, toch? Misschien wel. Het zijn twee grote roofvogels die zitten daar op een boompje. Help me weg. Heel ver weg, maar ik kan de camera niet stil houden. Zie je witte beesten, maar ik weet niet wat het zijn. Kunnen flamingo's zijn, ja? Ja. Heb je een kijker, Saar? We zijn nu op weg naar het platform. Naar een kleine omweg via het meertje, de Pan. Ik weet niet of we deze weg hadden moeten nemen. Nou, daar rechts bij het water daar zie je het platform. Hier rechts voor de flamingo's. En hier rechts allemaal flamingo's in het water, Pieter. Daar is het platform waar de zonsopgang is. Wat zie je, Pieter? Wat? Wat zie je? Wat zie je? Ik zie de zon. Vier keer. Nee, twee keer. Vier keer. Nee, je kan er één nemen, twee keer, één keer met vier keer. Vind je het, Pieter? Oh, wel aardig. Wel aardig.
zijn nog steeds in Nata. Winkeltjes. De bakker.